Tilburg is gekozen tot de meest milieuvriendelijke stad in Nederland. Om dat te bewijzen is het Klimaatbureau geopend. Wij gingen een kijkje nemen en maakten voor u de volgende impressie. Dagelijks in kranten lezen en ook in de media terugzien als we, dat, als we daar een beetje alert op zijn. Dames en heren, tot slot. Alle mensen van het Klimaatbureau, van harte gefeliciteerd met jullie lef, ambitie en doorzettingsvermogen. U helpt daar allemaal mee de noodzakelijke bewustwording en kennis te verspreiden, te blijven verspreiden. En om de transitie waar we echt op staan te wachten, om die van de grond te krijgen. Ik dank u wel voor uw aandacht. Ik wens u heel veel succes. Dank u wel. Om maar meteen door te gaan met het onderwerp. De ondernemers. Wim heeft gevraagd of hij iets mag zeggen. Ja, goedemiddag allemaal bij deze bijzondere bijeenkomst. Ik had gevraagd, mag ik wat overhandigen aan mevrouw Jacobs en meneer De Vries? Maar ik mag nu zelf wat zeggen, dat is al fantastisch. Wat bijzonder is aan deze dag, is dat de gemeente Tilburg niet zegt, nou we gaan op de stoel van het ondernemer zitten. Maar wij faciliteren en wij stellen beleid vast waarop ondernemers kunnen reageren. En wij hebben dat mogen doen uit het initiatief Pakket Zuid, wat gerelateerd is aan het programma Meer met Minder en het energiebespaarprogramma van de gemeente Tilburg. Dus we hebben de stichting gevormd als aannemers, Wetenstuur, Eerstuur en Eenpadgezeur. En we gaan zeg maar, de moeilijkste markt die er is, de particulier, om die zover te krijgen dat die gaat investeren in duurzame maatregelen. Dat doen we op een verantwoorde manier. Dat wil zeggen, vanuit Pakket Zuid hebben we dus een energieregisseur die al die dingen in de praktijk probeert. Heel bijzonder dat we dat met de gemeente Tilburg mogen doen. We hebben daar ook steun voor gekregen in de vorm van een subsidie. Maar je ziet dus, als ondernemers het kunnen dragen, en het wordt gefaciliteerd op een bepaald moment door de overheid, dat je samen heel veel kunt bereiken. En dan praat ik over 18 echte samenwerking. Dus niet alleen maar samenwerken tot een bepaalde hoogte, totdat het eigen belang weer op de hand krijgt. Maar dat je dus ook als groep, een stichting, naar de bewoner, de consument kunt zeggen van, nou dit is het advies. En dat betekent dat misschien een aannemer zegt, ja, ik doe vandaag niet mee, maar morgen wel. Dus dat is het bijzondere en ik vind ook dat het klimaatschap dat hier Tilburg is een voorbeeld is, landelijk te zien, hoe je met elkaar bijzondere dingen kunt bereiken. En ik denk dat dat een voorbeeld is. Ik zou dus ook graag aan meneer De Vries onze klimaatverklaring willen overhandigen. Dus voor alle aanwezigen die dat al niet ondertekend hebben, het is in ieder geval een bewijs dat je daarmee bezig bent. En ik heb ook een brochure van Loket Zuid met plaatjes waar ik die van laat zien. Hoe je dus als ondernemers je enthousiasme dus in de wijk moet laten zien. Bedankt. Ja, dan kunt u ook mij verstaan. Goed, er zijn al heel veel mooie woorden gesproken. Dank ook Lili Jacobs dat ze hier is en ook laat zien dat de provincie dit een belangrijk onderwerp, een belangrijk initiatief vindt. Ik denk dat het goed is dat het zo onderstreept. Dank ook en het is ook goed om dat te onderstrepen Hans van Gestel van 100% Bouw. Niet alleen dat we hier vandaag te gast mogen zijn, maar ook dat we hier een jaar lang gratis huisvesting hebben. Ik denk dat het ook belangrijk is om te onderstrepen. Dat mag ook wel even met dat applaus.